Goedemiddag dames en heren. Ik ben dokter Roger Meunaar, heb een eigen kliniek en ben al bijna 20 jaar cosmetische arts. Ik wil graag wat van mijn inzichten delen over dit vakgebied. Nou, vandaag gaan we het hebben over een fascinerend en veelbelovend gebied in de cosmetische geneeskunde. Immuungebaseerde behandelingen. Laten we beginnen. De huid is niet alleen een barrière tegen schadelijke invloeden van buitenaf, maar ook een complex immuunorgaan. Het immuunsysteem speelt een cruciale rol in de gezondheid en het uiterlijk van onze huid. Door het immuunsysteem te begrijpen en te manipuleren, kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen die effectiever zijn en betere resultaten opleveren. Dit kan leiden tot een mooiere, gezondere huid. Er zijn nieuwe behandelingen in ontwikkeling die gebruik maken van cytokines, groeifactoren en nu ook polynucleotiden om de huid te verbeteren. En deze behandelingen kunnen bijvoorbeeld de productie van collageen stimuleren. Waar moet je dan aan denken? Aan immuunmodulerende crèmes. Het zijn topische crèmes die immuunreacties in de huid kunnen modelleren. Cytokinetherapie, gebruik van cytokines om ontstekingen te verminderen en huidverjonging te stimuleren. PRP, dat is gebruik maken van eigen bloedplaatjes om de huid te verjongen en te herstellen. En polynucleotidetherapie, injecties met polynucleotiden kunnen de huid hydrateren en de productie van collageen stimuleren, wat resulteert in een jeugdige uiterlijk. Ik heb een aantal van deze meegenomen. Dat zijn deze. Deze behandelingen zijn in ontwikkeling en worden uitgebreid getest. Ze proberen een veilige en effectieve manier te zijn om huidproblemen aan te pakken. Met PRP, zoals deze, heb ik al uitgebreide ervaring. En alhoewel niet zo populair als vroeger, vind ik dat de huid ervan verbeterd. De polynucleotide, dat zijn deze behandelingen, gebruik ik nu ongeveer een jaar en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Dit is een opwindend en veelbelovend gebied dat de potentie heeft om de manier waarop we naar huidverzorging en cosmetische behandelingen kijken kunnen veranderen. Ben je geïnteresseerd hoe onder andere een gezond immuunsysteem kan bijdragen aan een mooiere huid of in andere cosmetisch geneeskundige onderwerpen? Abonneer je dan op mijn kanaal.